Dus we zijn blij dat jullie met zoveel gekomen zijn. We hebben deze dansmiddag georganiseerd in het kader van de Week van de Gastvrijheid in Vught. In die week proberen we in Vught Noord alle andere organisaties en sportiviteiten onder de aandacht te brengen bij mensen, zodat de mensen weten wat er in de buurt te doen is, wat voor activiteiten er zijn, wat voor organisaties er in de wijk zijn. We hadden inderdaad al geruchten gehoord dat er wel behoefte was onder de Vughtse mensen om weer eens een ouderwetse dansmiddag te organiseren. En in het kader van de Week van de Gastvrijheid hebben we de kans aangepakt om deze te organiseren. Nou, ik heb net je openingswoord beluisterd, maar ik heb het idee van als dit een succes is, en nou, ik kan bijna niet anders dan zeggen dat dit een succes is, dan krijgt het een vervolg. Dan krijgt het zeker een vervolg. Dan gaan we in gesprek met Van der Valk, met andere organisaties, om te kijken of we dit kunnen continueren. Er liggen allemaal enquêtebriefjes bij de mensen op tafel om te kijken of dit een geschikte datum is. Of ze het liever in het weekend hebben, of 's ochtends, of 's middags of 's avonds. Kunnen we dat even bekijken en kijken of we regelmatige dansmiddagen kunnen organiseren. Bent u doorgewinterde dansers? Behoorlijk doorgewinterd, ja. En wat moet, wanneer ben je een doorgewinterde danser? Nou, als je ongeveer 55 jaar al danst. Ja. En waar is dat meestal dan? Nou, ik weet niet waar hij meestal danst, maar ik ben pas de vierde keer hier. Okay. Ja. En waar danst u meestal? Dat is overal. Overal waar mijn gelegenheid is. Wij zijn echte dansers, altijd gedanst, ja. En dan konden we bij de Power of Love terecht. Dan kunnen we elke week dansen. Dus. En dan nu hier in Hotel Vught in het kader van de Week van de Gastvrijheid. Ja, mooi toch? Hoe vindt u het? Normaal, dit vind ik grandioos. Ja, ja. Helemaal hartstikke mooi. Leuk. Vaker doen. En smaakt het naar meer hier in Hotel Vught? Nou, kun je wel zeggen. Dat ja. Kun je wel zeggen. Het is niet alleen de drankjes en de hapjes, maar het dansen ook. En u hebt er een goede dam, want u kent elkaar nog niet zo lang, begrijp ik. We hebben dus duidelijk qua dansen een klik. Ja. Ja. Maar je hebt er een goede danspartner aan? Ja, zeker weten. Ja. En ook voor u voor herhaling vatbaar dit initiatief? Ja hoor. Ja, ik heb vroeger heel veel gedanst en ik vind het erg leuk om de draad weer op te pakken. Ja, dit was mijn idee, hè, de dansmiddag. Dus samen met José om dit op te zetten. Omdat wij die geruchten hadden gehoord dat er veel behoefte aan was. Wist u wat de Week van de Gastvrijheid inhield? Gastvrij zijn, maar wij hebben er elke week hoor. Elke week gewoon Week van de Gastvrij. Ja. We hebben geen speciale week daarvoor. Gewoon elke week. Dus,